Ik heb twee tips voor een eerlijkere kledingkast. Ten eerste, wees je echt heel bewust van wat er allemaal in je kast hangt. Dus hoeveel je hebt, maar ook wat je koopt, maar ook vooral ook wat eruit gaat. Dat zijn namelijk waarschijnlijk miskopen en die wil je natuurlijk in de toekomst voorkomen. Ten tweede, koop vooral wat je eigenlijk misschien als fast fashion zou kopen, nu eens een keer tweedehands. Je kan daarmee namelijk aan de ene kant ook gewoon de merken blijven kopen waar je misschien wel fan van bent, maar die je principieel niet zou willen steunen. En je houdt ook nog eens een smak geld over om misschien eens een keer te investeren in een heel erg mooi fair fashion stuk wat heel erg lang mee kan.